oogst hoogstamkers. Er kan niet meer uit. Tiener verkoopt online aardappelen. En vrijgezelle Brabantse boeren bieden vrouwen exclusief kijkje in de stal aan. Maar dit is niet meer te doen. Dat is helemaal over. Over en sluiten, zeggen wij dan. Over en sluiten. Kersenteler Roel Welner uit Es zit met zijn handen in het haar. Hij kan geen plukkers meer vinden voor een oude hoogstamboomgaard. Het is voor hem niet meer rendabel. Maar het grootste probleem is natuurlijk om de mensen nog gevonden te krijgen die ze kunnen plukken en willen plukken. Die oude hoogstamboomgaarden, die horen bij de Betuwe. Ik heb hier vroeger volgestaan ermee. Kijk, en de tijden veranderen natuurlijk. Dit gaat niet meer. Het risico in de hoge bomen is te groot en de kosten worden te hoog. Daarnaast kan er niet gespoten worden tegen de Suzuki-fruitvlieg. Ja, die kersen zien eruit. Kijk zelf maar die insecten aantasten wat er al in komt. Hier zit rot. Want dat insect dat boort zijn eigen in die rijpe kersen. En daar van binnenuit bederven ze dan. Dan zijn ze ongeschikt voor de consumptie. Het is niet meer te doen. Zijn zonen hebben iets verderop een moderne kersenplantage. En dat zit helemaal onder de kappen. En speciaal voor de Suzuki-vlieg ingedekt. Dat ze bijna niet meer gespoten worden. En dat zijn super kersen. Dat zijn goede kersen, kwalitatief. En die worden nu verkocht. Dat gaat goed. Maar dit is niet meer haalbaar. In zijn kraam, net buiten Geldermalsen, liggen dan ook de kersen van zijn zoons. Dit is een vroegachtig gras. Dit is de Merciant. Een van de betere, hardere kersen al. We hebben hiervoor de Belat gehad. Die is een beetje iets of wat zwakker. Maar goed, dit zijn goede kersen. En de opvolgende kersen die eind deze week komen, dat zijn de Vanda en dan komen volgende week de Cordia Regina. Die komen er dan aan. De Regina is dan iets later, maar de Cordia zal waarschijnlijk volgende week zijn. Friesland Campina handhaaft de 10 cent korting voor teveel geproduceerde melk. Wel komt het zuivelconcern met een nieuwe referentieperiode en betrekt het de inhoudingsperiode op meer productie tot 5 jaar. De plannen zorgden in april voor veel onrust en vragen bij de aangesloten melkveehouders. De nieuwe referentieperiode is gebaseerd op het individuele fabrieksquotum. Dat is het kalenderjaar 2015. De referentieperiode is toegevoegd voor bedrijven die actief hebben meegedaan aan de verschillende tijdelijke maatregelen van het zuivelconcern om de melkplas te reduceren. Dirk-Jan van Lonkhuizen uit Randwijk oogst een perceel aardappelen. Daarna verkoopt hij ze via zijn eigen webshop. De aardappelen die hier achter mij staan, die worden geteeld door mijn vader. Maar deze verkoop ik online via de webshop aardappelshop.nl. En Aardappelshop geeft klanten de mogelijkheid om de aardappelen direct van de boer te kopen. En geeft de keuze uit maar liefst 9 verschillende aardappelsoorten. De aardappelen worden per post verstuurd. De aardappelen gaan eigenlijk van Vlissingen tot West Terschelling in Nederland. Maar we verzenden ook naar België. En we hebben ook al zendingen naar Slowakije en naar Duitsland. Dus eigenlijk gaan de aardappelen heel Europa wel door. De aardappelen die vandaag besteld worden, hebben de klanten de volgende dag in huis. Een van de klanten is een Slovaakse frietboer die moeilijk aan het bindje kan komen. Op dit moment loopt het bindje het beste. En dan voornamelijk de grote bindjes. We maken onderscheid tussen normale aardappelen en tussen grove aardappelen. Grove aardappelen zijn aardappelen met een doorsnee van 65 mm of groter. En deze aardappelen worden eigenlijk gebruikt om friet te maken. Maar ook de Eigenheimer is een hele populaire aardappel op dit moment. Op de Bioveldag in Lelystad toonde Wim Steverink van Steverink Techniek uit Tollebeek een ploeg die werkt zonder eindvoer achter te laten. De ploeg is ontwikkeld voor rijpaarden van 3,15 meter. De symmetrische ploeg heeft 2 keer 3 ploegritsers. Daarnaast pakt een bijtel in het midden van de machine grond op ter breedte van 2 ploegritsers. 2 transportbanden brengen de grond naar de achterkant van de ploeg en vullen de eindvoeren. De ploeg heeft een werkbreedte van 2,80 meter en vraagt een trekker van ongeveer 80 pk. De ploeg is relatief kort en weegt 1200 kilo. Steverink heeft de ploeg ontwikkeld voor telers die met rijpaarden willen werken, het tiltbed willen omploegen en de rijsporen intact willen houden. Op de Bioveldag was de ploeg voor het eerst te zien. Ja, het moet wel een vrolijke, spontane meid zijn die een beetje van aanpak houdt. Ik denk dat dat wel bij mij past. 3 jonge vrijgezelle Brabantse boeren bieden vrouwen op 23 en 24 juni een exclusief kijkje in hun stal aan, genaamd Liefde voor de Boerderij. Een van die boeren is akkerbouwer en melkveehouder Mark van der Bol uit Moerstraten. Ja, aanstaande zondag dan, ik hoop dat de dames geschreven hebben. En die komen dan kijken op de boerderijen, hoe het er hier aan toe gaat. En wat mijn ambities zijn. En ook de toekomst zie je om hier verder te gaan op bedrijf. En ik hoop dat ze enthousiast zijn
over het bedrijf, maar misschien ook wel over mij. Dat zou mooi zijn. Het idee komt van het Brabants Agrarisch Jongerencontact en de ZLTO. Het is naast de zoektocht naar een vrouw ook een mooie PR voor de sector. Ja, het is natuurlijk wel spannend. Je weet natuurlijk van tevoren niet wie te komen en wat voor vragen ze stellen. Wat is hun achtergrond? Misschien komen ze zelf ook wel van het platteland of komen ze uit de stad. Dus ja, het is zeker spannend van wie er komt. Maar we gaan het gewoon zien en ja, ik zal ze rondleiden en dan wordt het van eigen leuk en gezellig. Mark wil zich in de toekomst volledig gaan richten op akkerbouw. De eerste dames hebben zich inmiddels aangemeld. Vrouwen die zondag ook graag bij Mark willen komen, kunnen zich aanmelden via liefdevoordeboerderij@persgroep.nl. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn dat er een dame overschiet en zegt van we zullen ons een keer afspreken. Dus, maar we gaan het gewoon zien wat het zondag brengt. Het weer wordt u aangeboden door agrowereldvies.nl.